Ze staat met een enorm aanbod stevig in de kinderboekenwereld. Ze schreef ongeveer 120 boeken, bedacht het populaire raadgedicht, won diverse prijzen, waaronder een zilveren griffel voor de dichtbundel Alle wensen van de wereld, die een jaar lang in de top 40 heeft gestaan. En aan de andere kant is dus Rian Visser. Goeiedag Rian. Ja, hallo Rob. Je bent zo te lezen een heel druk baasje. Ja, nou valt wel mee. Ik ben al 25 jaar schrijver, dus dan is 120 boeken misschien niet heel erg veel. Ja. Jij bent de uitvinder van het raadgedicht. Wat is dat precies? Ja, ik ben ook eigenlijk jarenlang schoolschrijver geweest. En dan ben je eigenlijk gedurende een half jaar op een school. En dan heb je verschillende klassen waar je wekelijks komt. Maar je bedoelt ook iets voor de hele school. En dan kan je dingen ook met een prikbord doen. En toen had ik bedacht om op dat prikbord een gedicht te hangen waarin één woord ontbrak. En dat woord moest geraden worden. En het grappige is, als jij gewoon een compleet gedicht ziet, dan denk je, wow, het zal wel. Maar als er een woord ontbreekt, dan word je ineens getriggerd. Dat je denkt, zou ik het kunnen raden? En dan ga je het gedicht heel goed lezen. Ja. En er zelf over nadenken. En je wordt erbij betrokken. Dat is eigenlijk dus ook wat ik in mijn schoolbezoeken wil doen. Ik wil kinderen betrekken. Ja. Het is een heel leuk spel. Het is super simpel. En heel erg leesbevorderend. En ze leren allerlei verschillende dichters kennen. Want er staat ook op van elke dichter een korte biografie op de website. Ja, oké. Okay. Nou, dat brengt me op het volgende. Ik heb daar inderdaad ook een vraag over. Ik heb 7 stellingen geformuleerd nadat ik wat rond heb gekeken op internet. En toen dacht ik, nou, als ik nog 7 stellingen maak, dan kun je daarop reageren met ja of met nee. Ja. Als je denkt, ja, nou, dit is me iets te riskant, dan kun je zeggen, ik pas. Maar niet meer dan 2 keer natuurlijk. Zullen we dat maar doen? Ja, laten we maar doen. Dan kom ik hier met de eerste stelling. Je had een ander beroep voordat je schrijver werd. Ja. Je sluit jaarlijks aan bij het thema van de Kinderboekenweek met een nieuwe titel. Ja, soms. Spannende boeken zoals Robotoorlog zijn aantrekkelijker om te schrijven voor jou dan boeken met humor zoals Blitz. Nee. Poëzie is in het onderwijs in het vergeethoekje geraakt. Ja. Je favoriete sport is tennis. Nee. In België hebben ze een briljant idee neergezet met poëzie en jij deed daaraan mee. Ja. Je bent heel druk met schrijven, waardoor je nauwelijks aan leesbevordering toekomt. Nee. Oké. Dat zijn nogal wat jaartjes en een paar neetjes. Raamgedichten schrijf je of plak je op je raam. Wie organiseerde dat in Vlaanderen? Het gaat van bibliotheken uit. Mensen moeten dan via de bibliotheek zeggen van ik wil dat raamgedicht huren. En dan mogen ze het op hun raam zetten en daar krijg je dus als schrijver ook voor betaald. En dat blijft er tijdelijk op staan. Op een gegeven moment moeten ze het weer afhalen. Ik kwam bij de favoriete sport uit. Ik wist het even niet, dus ik dacht ik gok op tennis. Ik had ook golf kunnen zijn. Maar wat doe je dan? Doe je wel iets aan sport? Ja, ik heb getennist. Heel goed zelfs, net minst. Ik was bijna 6. Voor mensen die dat iets zegt. Maar ik kreeg een knieblessure. Oh. En ik zit op Aikido. En daardoor heb ik dus ook de serie Robotoorlog geschreven. Want ik heb altijd vechten, verdedigingssporten gedaan. Aha. Dus dat Aikido doe ik nog steeds. En ik rijd paard. Oh, maar dan snap ik ook waarom jij in jouw nieuwste boek, Boy... Die zit op judo. Iets doet met judo, ja. Hè? Dat is ook een vechtsport. Ja, klopt. Ik heb toen ik 8 was, toen stuurde mijn moeder mij op judo. En in die boeken van Boy, die gaan over een jongen met gescheiden ouders. En die moeder gaat later opnieuw trouwen. En dan krijgt hij een stiefzus. En later krijgt hij ook nog een halfbroertje via zijn vader. En die boeken, die zijn eigenlijk ook wel gebaseerd op mijn eigen jeugd. Want mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 jaar was. En ik zat inderdaad op judo. En ik hield heel erg van tekenen en schrijven. En tekenen en schrijven was een beetje mijn uitlaatklep. Dus het is een beetje autobiografisch. Niet helemaal, daarom heb ik er ook een jongen van gemaakt in plaats van een meisje. Ja. Maar de gevoelens die erin zitten zijn wel vrij autobiografisch. Wat leuk. Ja. Ah, want kinderen vinden schrijven niet altijd zo heel erg leuk, maar als er bij getekend kan worden en het kan een strip worden, dan zijn ze wat makkelijker over te halen, toch? Nou ja, je hebt natuurlijk die boeken tegenwoordig van de Boomhut en het leven van een loser. Een beetje die graphic novels.
En mijn boek staan niet zoveel tekeningen dat er op elke bladzijde een tekening staat. Maar er staan wel hele leuke stripverhalen in. Dus ik hoop wel dat het kinderen stimuleert om ook zelf stripverhalen te gaan tekenen over hun eigen thuissituatie. Mm-hmm. In de les voor de kinderboekenweek zitten een paar pagina's ook waarbij ik kinderen uitleg hoe je zelf een stripverhaal zou kunnen maken over iets grappigs wat bij jou thuis gebeurt. En de tekenaar Ton de Bree, die heeft ook een aantal gezichten getekend. Want Boy, die heeft allerlei uitdrukkingen in het boek. Hij kan boos kijken, blij, verbaasd. En die heeft voorgedaan hoe hij dat met hele simpele lijntjes tekent. Dus kinderen kunnen ook via de Digibordles zelf oefenen van hoe geef ik nou uitdrukking in een gezicht. Dus even samengevat, het is een leesboek. Ja. Er staan ook illustraties in. Ja. Een van de onderwerpen is zijn thuissituatie, maar het andere onderwerp is toch het maken van strips. Ja. En dat verhaal van het hoe maak je strips, dat kun je online via digibordlessen op school bekijken en daar je voordeel mee doen. Ja, zoiets? Dat klopt. Want de hoofdpersoon van het verhaal is Cas. En Boy is zijn stripfiguur. Hij tekent eigenlijk over zijn eigen leven en dan noemt hij zichzelf Boy. En alles wat in zijn echte leven gebeurt, als hij ruzie heeft met zijn moeder en of als hij niet meer naar judo mag omdat hij iets lulligs heeft gedaan, dan maakt hij daar een stripverhaal over. En door het stripverhaal begrijpen mensen ineens zijn humor, zijn grap. En dan zeggen ze, het was eigenlijk toch wel heel grappig. Ja. Dus daarom heet het Boy, maar het gaat over Cas. Ja, het is een leuk kereltje, vind ik. En het is ook een beetje een pittig kereltje. Ja, wel. Zeker. Ja. Ja. Ik zie dat de tijd opraakt. We raken aan de 7 minuten. Dus heb jij nog een laatste dingetje wat je graag kwijt zou willen? Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor al jouw werk wat je doet aan leesbevordering. Wat leuk. Het is wel nodig. Ja. Dan heb ik nog een klein vraagje. Als jij lekker gaat zitten lezen, heb je er dan iets bij om te knabbelen? Ja, helaas wel. En wat is dat? Ik ben s'avonds wel van de borrelnootjes en de toastjes met kaas. Oh, lekker. Rian, we zijn aan het einde gekomen van dit gesprek, want we zitten aan de 7 minuten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit gesprek, maar ook vooral voor alles wat je voor de jeugd van Nederland doet op literair gebied. En ik hoop gewoon dat je hier nog een hele tijd mee door blijft gaan. Zeker weten, ja. Mooi. Nou, we gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer spreken. Succes met schrijven en met de komende Kinderboekenweek. Ja, dankjewel. Dag. Dag.